De Nijmeegse Poëzieweek is in volle gang. Maandagavond stond in theaterzaal C van de Radboud Universiteit een workshop Spoken Word op het programma. Een groep van 15 poëzieliefhebbers ging onder begeleiding van Spoken Word-artiest Kees de Beer aan de slag met de kunst van het gesproken woord. Ja, dus ongeveer 10 jaar geleden is het naar Nederland gekomen, maar eigenlijk sinds de afgelopen 5 jaar ongeveer is het echt populair geworden. En je ziet daarin een stijging. Je ziet daar ook in bij de organisaties, de grote organisaties, dat er steeds meer plaats komt voor spoken word. Bijvoorbeeld dat we nu in de Poëzieweek hier op de universiteit zijn en een spoken word workshop mogen geven, is daar een voorbeeld van dat het dus groeiende is. Wat is het nou echt? Een spoken word, Engelse term, waarom een Engelse term? Eigenlijk is het gewoon het gesproken woord, maar Engels, dat is hip, dat is jong, hè, dat slaat aan. Maar spoken word is eigenlijk een term wat voor veel meer staat. Voor literatuur, maar ook voor proza, voor theater, voor improvisatie, voor cabaret, voor rap. Dus eigenlijk al die verschillende soorten woordkunst, die komen eigenlijk dus samen bij spoken word. En dan gaat het vooral over de podiumperformance, over hoe draag je jouw tekst voor. Spoken word is een vak apart. Volgens de artiest uit Nijmegen is het zelfs een vorm van kunst. Maar is dat wel te leren tijdens een 2 uur durende workshop? Nou, wat ik ze in 2 uur wil doen is in ieder geval laten kennismaken met spoken word, met bepaalde technieken uit de spoken word, en ik wil ze daarmee aan de slag zetten. Heel veel mensen zullen niet per se spoken word schrijver zijn, kunnen proza schrijver zijn, maar ik wil ze juist laten kennismaken met spoken word, wat spoken word er allemaal inhoudt, en door er al mee aan de slag te zijn, dat ze hopelijk vaker onderdelen van spoken word gaan gebruiken in hun eigen teksten. Kunst is ook weer zo'n containerbegrip eigenlijk, hè? Van wanneer is het kunst? Dat is een hele grote vraag, van wanneer is het kunst, wanneer is het zelfexpressie? Voor mij is het allemaal kunst. Op het moment dat iemand iets maakt wat je kunt zeggen dat creatief is, is het kunst. En als daar een markt voor is, dan kun je het eigenlijk niet meer ontkennen. De markt voor spoken word is heel erg groot, dus ik denk dan niet dat je kunt zeggen dat het geen kunst is.